I think the question should be asked to them, right? Goeie vraag eigenlijk. Rem! When leading bigger teams, and what I learned there is the importance of taking people with you and listening very well to people in order to determine the vision and what is needed to move. So less own plans and more really seeing and listening what is needed and what the real people that are going to do the job need. Dus ik denk om de neuzen allemaal dezelfde kant op te krijgen, is het heel belangrijk om een goede vertrekpunt te hebben. Dus ik geloof wel in, het moet wel duidelijk zijn, wat zijn de kaders, waar gaan we naartoe? En eigenlijk hoe we er naartoe gaan en wat dan precies de invulling is, daar is het juist heel fijn dat er heel veel vrijheid is hoe je dat gaat doen. Ik wil het team veel verantwoordelijkheid geven en ook zelf met ideeën laten komen om die doelen te bereiken. Maar als ik merk dat ze vastlopen en toch wat meer sturing nodig hebben, dan probeer ik het wat meer een richting op te duwen. Dus ik probeer een beetje aan te passen aan wat het team nodig heeft. Ik denk dat je bij Bol.com bijna elke dag uit je comfortzone stapt. Dus ik denk bij onze organisatie hoort dat er gewoon bij. En ik denk out of the comfortzone je team laten stappen betekent dat je eigenlijk voor moet zorgen dat ze weten het is niet erg dat we iets nieuws proberen. Maar als je dan die veilige haven creëert dat er ook fouten durven gemaakt worden. Daar denk ik zorg je voor dat mensen echt out of the comfortzone stappen. En af en toe toch ook een beetje prikken. Want sommige mensen vinden bepaalde dingen ook iets meer spannend dan iemand anders. Dus hoe kan je precies de goede prikken geven dat het een beetje spannend is, maar net nog dat je het wel aandurft.